Heel duidelijk is dat die problematiek van die leningen die gedaan zijn in een tijd dat het niet anders kon van corona, dan komt het moment dat je moet terugbetalen. Ik denk inderdaad dat je moet kijken ook daar van hoe kan ik daar een oplossing vinden die het tot een win-win situatie maakt. Enerzijds niet van nou we vergeten het helemaal, want dan zal in Nederland zal dat weer moeilijk zijn, maar hoe kan ik gewoon wat er dan zonder meer opgebracht moet worden, eventueel weer terugploegen in de eilanden. Denk ook ideeën over een sociaal-cultureel planbureau zijn uitstekend, maar dan moet men zich wel realiseren dat een eiland als Aruba zal daar altijd moeten kijken hoe kan ik dat combineren met grotere instituten, want zo'n instituut, daar moet je zoveel deskundigheid hebben dat de kosten daarvan voor één eiland veel te hoog zullen zijn. Mijn relatie met Aruba is al van heel lang geleden, zelfs voordat ik minister werd, dus eigenlijk nog uit vorige eeuw. Maar in de tijd dat ik als minister van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet zat, was die zeer intensief. Was ik betrokken bij de verschillende ontwikkelingen. Dus altijd heb ik het als een meerwaarde en winst ervaren, ook om die contacten te hebben, hoe moeilijk ze soms ook waren, in die tijd. Maar onder andere met Mike Eeman hebben we toch in die tijd een aantal goede dingen kunnen doen, zowel voor Aruba als ook voor Nederland. Andere Caribische landen van het Koninkrijk, in het bijzonder ook met Aruba, heeft een positie die Nederland ook betrokken maakt bij de ontwikkelingen in Zuid-Amerika. En wat dat betreft, daar zijn tal van ontwikkelingen die ook naar de toekomst toe grote mogelijkheden bieden. Zij het dat je zonder meer ziet, er zal, bijvoorbeeld Venezuela, zal er iets moeten veranderen voordat je die winst kunt maken. Maar dan kunnen we maar beter voorbereid zijn dat we op het moment dat de veranderingen zich daar voordoen, dat we daar ook het voordeel bij hebben, dan dat we op dat moment pas gaan denken.